En het buikje zie je. Is nog voor het huwelijksaanzoek. This is a moment for yourself. Love, 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 life. Relax and feel good. Enjoy the little things in life. Sparkling. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik dacht ik neem weer eens een keer een 24 uurs vlog op. Oftewel een dagvlog van één dag waarin ik jullie helemaal mee ga nemen. En wat meer kan laten zien dan in een weekvlog, want dan zijn er natuurlijk minder momenten. Vandaag zijn we gewoon thuis in deze staat van zwangerschap. We wilden eigenlijk naar de kermis gaan, maar ik kan gewoon niet meer heel lang lopen en zo. Dus dat wordt hem niet, maar we gaan thuis van alles doen. Leuke dingen ook. Namelijk een echo-apparaat gekregen om te testen, die je kunt huren zeg maar. Dus dat gaan we dadelijk lekker doen. Dus ga ik een echo maken. Een pret-echo natuurlijk, hè? Geen medische. En vanmiddag wilde ik beginnen met het uitzoeken van de babykleding. Dus van zolder alle babykleertjes die we nog hebben uitzoeken. Wassen, al die dingen zodat ik weet wat we hebben. En daarna kan ik gaan shoppen natuurlijk. Dat doe ik niet vandaag. Maar dan weet ik wat we nog hebben en dat soort dingen. Dus het is wel een beetje een baby voorbereidingsdagje. En dit is zoals altijd natuurlijk mijn ontbijtje. De magere kwark, pindakaas, aardbei, banaan en wat honing. En een kopje thee. Laten ze Duits ontbijten. Dat is het ontbijtje voor Amy. Ik heb erin samen met amandelmelk en een banaantje. Hoe moet ik 1, 2, 3? Oké, de tekst en uitleg van wat je net zag. Ik vroeg je niet of je mij wilde optillen. Dat doet hij wel, dat vind ik altijd leuk. Dus ik vroeg of hij nog kon, nu met zo'n dikke buik. Maar het ging nog. Wij hebben deze binnengekregen, deze doos van Baby Watcher. En daarin zit dus een echo-apparaat voor thuis. En die kun je dus huren. Nou, hier zit hij dus in. En het leuke hiervan is, hiermee kun je thuis een pret-echo maken. Je kunt deze huren en dat wordt aangeraden tussen de 14 weken en 34 weken zwangerschap. Omdat je dan gewoon het meeste kan zien. Je kunt dit huren vanaf 49 euro. Dan kun je bijvoorbeeld een weekendje huren of een weekje of twee weekjes. En dan wordt het aangeraden om het niet te veel te doen natuurlijk. Het is geen medische echo, dus het is echt puur voor de lol en voor de pret. En het wordt aangeraden om hem maximaal 3 keer per dag 10 minuutjes te gebruiken. Om natuurlijk ook niet obsessiever mee te worden. Het is puur voor de lol, puur voor de pret. Puur om samen even naar jullie kindje te kunnen kijken. Hij heeft ook de Baby Innovation Award gewonnen. Dus dat is wel heel erg leuk. En wij zijn gewoon super nieuwsgierig, dus we gaan hem lekker testen. Nou, wij gaan beginnen. En ik heb hier een laptopje. Ik heb de Baby Watcher. En ik heb hier het apparaat, zoals je hem ook bij de verloskundige kent. En de handleiding. En de handleiding en de gel. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. We zitten lekker op bed. Beetje apart om het een keer zelf te doen. Zo. En je hebt 10 minuten per scan. Dus ik ga hem aanzetten. Wat bedoel je 10 minuten per scan? Je mag 10 minuten een echo maken, zeg maar. Oké. Okay. Beetje gel. Start. Ja, je ziet er al, hè? Dat is apart. Hey, hallo. Baby. De baby. Kijk het hartje. Je ziet het hartje kloppen. Dokter Yannick. Kijk, zie je? Zijn dat zijn leden? Dit is een zeil aan zich. Een hoofdje. Maar dan ligt ze nog steeds zo, dus. Ja, echt super leuk dat je dit gewoon thuis kan doen, denk ik. Ja. Wat vind jij? Ik vind het bijzonder. Gaaf, hè? Maar volgens mij ligt ze de hele tijd met haar handjes zo. En in het begin denk je echt van ja, waar moet ik eigenlijk kijken? Maar op een gegeven moment leer je vanzelf wel wat je moet doen. We zijn het nu even aan het testen en in het begin dacht ik echt van ja, waar moet je eigenlijk kijken? Maar op een gegeven moment ontdek je vanzelf hoe je het zeg maar moet doen en waar je moet richten om het kindje goed te kunnen zien. En we hebben al gezien dat ze heel met de handjes zo ligt. Nou, dat zagen we ook al in het ziekenhuis op de echo's, dus dat is wel heel grappig. We hebben het hartje zien kloppen, we zien het ruggengraatje mooi liggen, we zien het schedeltje en ze ligt echt dwars in mijn buik. Sommige baby's die liggen recht op. En die hebben ook een hele lange buik. Ik heb een hele brede buik. En mijn baby's liggen zo. Tenminste nu. Nu heeft ze natuurlijk ook nog de ruimte om te draaien. Dus straks zal ze nog wel gaan draaien. Maar dat verklaart wel de vorm van de buik. En dan zie jij heel goed de ruggengraat. Zo mooi. Kijk. Dus ze is natuurlijk al best wel flink. En het buikje zie je. En het hoofdje. Oeh, ze schopt. Ja, dat was een schopje. Zag je dat daar? Mooi, hè?
Nou, dat was echt super leuk, hè, schat? Ja, dat was heel interessant. Mijn ouders zijn hier gezellig langs. We hebben lekker worstenbroodjes, lekker Brabantse worstenbroodjes. Ja. Mm. We zijn lekker aan het spelen, maar ze hebben alles uit de mand gehaald. En nou, welke ga je nou gebruiken, Lana? Deze. Want het is leuk dat je alles eruit haalt, maar wat ga je nou, waar ga je dan mee spelen? Ja, met de camper. Oh, die is wel heel leuk. Magic Sense hier overal. Ja, dat is leuk, hè, Patrick? Tot hier, een vis. Ik heb een vis. En nou ga ik een zeester maken. Zeester? Ja, een zeester. Ik ga iets anders maken, hoor. Even wachten, even. Afschrijven. Papa. Zo. Papa. Dat is leuk, hè? Kijk. Mijn boekhouder is net even geweest, maar dat kon ik natuurlijk niet filmen. Maar ik heb natuurlijk ook al een worstenbroodje op, dus ik lunch nu nog even snel met een boterhammetje met cervelaatworst. Of hoe heet deze worst? Boterhamworst? Ik weet het even niet. Nou, we zijn een paar uurtjes verder en ik lig even lekker op bed. Ik ga nu even slapen, is zelfs het idee. Ik heb net even mijn belasting betaald en al dat soort zaakjes geregeld. En ik ga nou even proberen te slapen, want ik ben echt super moe. Dus ik hoop eigenlijk dat ik een uurtje slaap. En dan wil ik even kijken of ik nog aan mijn babykleertjes toe kom. Ik hoop het eigenlijk wel. En dan gaan we vanavond lekker bij mijn schoonouders eten. Want mijn schoonzus uit Frankrijk is over. Dus dat is wel heel gezellig. En vanavond ook weer lekker rustig aan. Dus het is wel echt een thuisdagje vandaag in deze 24 uur vlog. That's my pregnant life. Ik heb even lekker geslapen en ik ga dus nu aan de gang met de babykleding. Nou, ik ben dus nu op onze kamer. Ik heb hier een bak. Ik heb hier een tas en ik heb daar een doos en ik heb daar een tas en ik heb daar een tas en een doos en een doos. En ik ga alles uitzoeken en bekijken wat we hebben en wat we uiteindelijk nog moeten wassen en overhouden. Het is een pakje maat 62. Maat 56. Dus dat kan ze nog niet eens gelijk aan. Maar hoe leuk is dat? Super schattige outfitje. Met 68 heb ik hier allemaal Zwitser goodies. Dus die gaan we natuurlijk in de commode zetten. Even kijken, dit is voor de Pukke Baby. De van de slaapzak, de handhandjes zeg maar. Oh, dit is zo lief. 56. Superleuk broekje van Prenatal, die heeft Lana al aangehaald. Amy ook. Even kijken hoor, 56 ga ik hier doen. 62 daar. Ik heb 50 nog niet eens gevonden. Oh, 62 is een heel schattig broekje. Ja, alles ga ik gewoon in de was gooien. Gewoon. 68. Oh, dit is het slaapzakje ook. Oh, dit is zo lief. Newborn bag van 0 tot 6 maanden van Pukke Baby. Lief, die ga ik klaarleggen ook. Ik word hier zo happy van. Herinner je, dit was dus het pakje van Amy toen we het ziekenhuis uit mochten van Noppies. Maat 56 en met zo'n mutje, zo cute. Dus die gaat zeker mee in de vluchtkoffer. Dit is ook al zo'n leuk boxpakje van Petit Bateau. Echt zo inimini. Zo lief. Hier smelt je toch helemaal bij weg. Dit. Ja, het is echt het seizoen hier. Want het is maat 62. Krapjes aan. En dan is het echt middenwinter. Maar hoe poepig. Zo leuk. Er begint een soort van orde in deze chaos te ontstaan. Ik heb hier allemaal babykleertjes in maat 15, 56. Dus rompjes, vestjes, broekjes, topjes. En die moet allemaal nog in de was. En boxpakjes. Dus dit is in principe wat al gelijk in de was kan. Dan heb ik hier wat leuke dingen die we toch willen bewaren. Weten jullie deze nog van het huwelijksaanzoek? Toen Lana 9 maanden oud was, heeft papa, of Yannick dus, mij ten huwelijk gevraagd met dit shirt. Had Lana dit aan. Superleuk. En dan hebben we hier maat 62. Dus dat gaat gewoon onder in de kast. En dat was ik dan later. En vanaf hier is maat 74. Dus dat gaat ook onder in de kast. En dat was ik dan later. En dit gaat allemaal, wordt allemaal opgehaald kleding, in zo'n kledingcontainer en deels weggegooid. We zitten weer in de auto en...
opa en oma toe, oftewel de ouders van Yannick. En daar gaan we lekker frietjes eten. Dus jullie kijken net als wij een frietdag hebben. Dus dat zijn maar geen frietjes. Nee! Nee! Oh! Dus mama geen frietjes? Oh ja. En Amy, dus Amy geen frietjes? Ja. Wel. Mama niet. Oh, mama vindt dat best lekker hoor. De baby ook. Oh, oké. Okay. Ja, maar dan mag jij papa zijn frietjes niet pakken. Bij mijn schoonouders en we zijn lekker friet aan het eten. Lekker. Okay. Je hebt bekend karakter in zijn inmiddels, hè, mijn vlog. Oh ja? Ja. Hallo. Dat is lekker, schat. Moet je even blazen? Het eten is zo goed als op en zie je het resultaat. En het andere resultaat. Twee zwangeren naast me. Een draagvader. Ik ben een draagvader. Kijk ze allebei die buikvrijven. Wat zijn jullie aan het doen? Wij kijken of we besjes zien. Gaan jullie besjes plukken? In de moestuin? Oh, die ijs gaat nog goed, ja? Mama, ook een hapje? Ik eet er helemaal niet zo veel van. Lekker. Kom maar, gaan we even verder kijken, hè? Kijk op de grote komkommers. Zijn er grote komkommers? Ja, gaan we kijken. Courgette. Ja, hè? Ja, paprika. Paprika. Oh, wat leuk. Ja. De kindjes die liggen lekker op bed. En ik heb ook al gedoucht. Ik lig lekker onder een dekentje. Daar lekker naar bed toe. Ik kijk nu een vlog van Josh V. Vind ik altijd veel heel erg leuk. Even lekker rustig aan. Wij kijken naar de film van Dick en Jane. Tenminste de tweede keer, want we zijn hem nu aan het afkijken. Het is wel een leuke film. Oké, wat is de situatie? Er ligt hier een klein meisje. Die ligt hier te slapen. En ik sta op bed. Misschien is het mijn buikje. Laat Amy was heel wakker worden, dus die ligt nu lekker bij me. En dit ligt voor haar makkelijker als op mijn dikke buik natuurlijk, dus daarom ligt ze zo. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zeg ik doei. Thank you for watching.